De Surinaams-Libanese vereniging SLV heeft op 6 juli dit jaar haar 20-jarig bestaan gevierd. In het kader van dit jubileumjaar voert de vereniging een programma van activiteiten uit. Een van deze activiteiten is een lezing over de kleinschalige immigratie van verschillende bevolkingsgroepen, verzorgd door de directeur van het CESO en dat Centrum voor Economisch en Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, Derk Verrier. Tijdens deze lezing is er aandacht besteed aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling en de relevantie van de relatief kleine groep immigranten voor de Surinaamse samenleving. Verrier heeft in zijn inleiding stilgestaan bij vooral de Duitse, Joodse, Portugese, Nederlandse, Chinese en Libanese groep. Hij is er echter dieper ingegaan op de integratie van de Libanezen in de Surinaamse samenleving. Dat na de jaren 60, dan zie je ze dus cosmopolitischer worden, ze worden ook intellectueel sterker georiënteerd. En dan ga je jongelui steeds meer buiten het eigen etnische culturele vertrouwen. Dus dit is kennelijk een gevolg van die cosmopolisering en incorporatie van universalistische opvattingen die horen bij het behoren tot hoger opgeleide groepen en moderne bestaanscategorieën. Want het is overigens ook opvallend dat als je naar de Libanezen kijkt en je kijkt naar die categorie hoger opgeleiden, dan zou je zien dat een groot deel daarvan in assimilatiepartnerschappen, dat is met niet-Libanezen, dat ze rijk vertegenwoordigd zijn. Maar of daarmee ook de verdwijning van de zuivere Libanese gemeenschap wordt ingeleid, dat gaat ze nog zien. Ik denk dat ze cultureel nog lang zullen blijven voortbestaan, maar er etnisch iets anders uit zullen gaan zien. Alus Derk Verrier, hij besprak ook de toekomstverwachtingen van de nazaten van verschillende immigranten. Na zijn inleiding bestond de gelegenheid tot het vragen stellen. Verrier sprak de hoop uit dat met deze presentatie men nu een beter beeld heeft van de integratie van de Libanezen in de Surinaamse gemeenschap. De lezing Kleinschalige Immigratie, georganiseerd door de Surinaamse Libanese Vereniging, is gehouden in de aula van het IGSR op het universiteitscomplex.